Met welk gevoel sta je hier na de nederlaag tegen Rijnsburgse Boys? Wel met een klote gevoel. Ja, we hebben eerste helft best wel goed gespeeld, veel kansen gehad. En dan uiteindelijk gewoon zo weggeven. Dat is jammer, we geven ze twee cadeautjes eigenlijk. En zelf belonen we ons niet door de kansen af te maken. Ja, je zegt het zelf al, het was eigenlijk geen terechte nederlaag. Ja, is dat extra pijnlijk? Ja, sowieso. Vooral als je goed speelt, weet je. De twee voorgaande wedstrijden speelden misschien wat minder, maar dan ja, knokten we wel echt als team. En nu geven we dan gewoon twee goals zo weg. En ja, we speelden wel goed. Veel kansen gehad eerste helft. Ja, helaas gaan die er niet in. Maar ja, zo werkt het voetbal. Als jij ze niet maakt, dan gaat de tegenstander, dan maakt ze wel. Eigenlijk zeg je het al een beetje. Het is misschien wel de beste wedstrijd die jullie tot nu toe gespeeld hebben. Maar hoe kan het dan dat je de vorige twee wel wint en nu met lege handen staat? Ik denk dat we op karakter hebben verloren. Ja, we deden het niet met z'n allen. We knokten niet met z'n allen en voor elkaar ook niet. En, dat is wel jammer, want we deden de voorgaande wedstrijden wel. En we speelden wel goed voetbal, maar ja, in het verdedigen waren we soms gewoon te lief. En dat kan je niet doen in de tweede divisie. Dus, ja. En je zegt het dan, de tweede divisie speel je tegen mannen en wordt zoiets afgestraft? Ja, precies, het wordt echt afgestraft en je hebt weinig tijd en hun counters zijn dodelijk. Dus, Maar is het spel dan wel iets waar je mee verder kunt, waar je tevreden over bent? Ja, dat is iets waar we vanuit verder moeten kijken. Dat was iets positiefs. Ja, dat we dan hebben verloren, dat kan een keer gebeuren. We waren wel op goede weg. Maar ja, gaan we gewoon voor volgende week weer. We hebben wel goed gespeeld als we dat gewoon vasthouden. En vanuit daar gewoon verder bouwen. En alles geven, dan komt het echt wel goed.